Vanuit ETV De Hooikist in Leiden kijk je naar Politieke Heuvel op Unity TV. Het programma voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de politieke nieuwsontwikkelingen. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Rembrandt in Leiden. De wet werk en bijstand en de Rijn-Gouwenlijn. Hiervoor spreken we met Jan-Jaap de Haan, Fokko Mellema, Paul Laudy en Peter Bootsma. En verder hebben we een reportage gemaakt bij Doorbraak. Dit is Politieke Heuvel. Een unicum. Leiden heeft een eigen Rembrandt. Tot vrijdagochtend was het nog onzeker of die hier zou komen, maar hij is er. En daarom is Jan-Jaap de Haan bij ons. En ik mocht erbij zijn, ja. Want het is echt gebeurd, hè? Het is echt gebeurd. Het staat vanavond ook op de voorpagina van het NRC Handelsblad. Dus we hebben er ook echt nationaal nieuws mee. Ja, Leiden heeft voor het eerst in de geschiedenis een eigen Rembrandt. En dat hoort natuurlijk ook zo, want wij zijn de stad van Rembrandt. Ja, ik heb u vaak trots zien kijken, maar bij de persconferentie, ja, veel trotser kon het niet. U bent echt heel blij ermee. Ik ben ook heel erg trots. Ik vind ook dat de stad van Rembrandt een werk van Rembrandt hoort te hebben. Hij is de grootste zoon die onze rijke cultuurgeschiedenis heeft voortgebracht. En we hebben er heel lang aan gewerkt. En het is een heel voorzichtig proces geweest wat in alle beslotenheid moest plaatsvinden. Dat was natuurlijk heel erg spannend. Dus toen het lukte was ik erg opgelucht. Ja, over beslotenheid. Donderdagavond was de raadsvergadering. Op een gegeven moment gingen alle deuren dicht. De pers moest weg. Zelfs de duo-raadsleden mochten er niet bij zijn. Ja. Want de raad moest goedkeuren of dit aangekocht kon gaan worden. Want dat de klopt. Gemeente heeft een eigen bijdrage gedaan van 1,5 miljoen, heb ik begrepen. Dat klopt. Een paar jaar geleden heeft de gemeente de Nuon-aandelen verkocht. En voor dat geld hebben we natuurlijk heel veel goede dingen in de stad gedaan. Wegen, groen, sport. En er is ook een klein potje opzij gezet om duurzaam in cultuur te investeren. Nou, een Rembrandt is natuurlijk zeer waardevast. Dus dat is een duurzame investering in cultuur. Want wat wilt u zeggen tegen de mensen die misschien heel kritisch zijn en denken van waarom moet er in godsnaam 1,5 miljoen naar Rembrandt? Als wij nog een sporthalve sportveld of een kantine nodig hebben. Ja, er zijn heel veel doelen die uit die Nuon aandelenpot geld hebben gekregen. Daarmee maken we onze stad mooier en aantrekkelijker. Een van die doelen is cultuur. En binnen cultuur is dit project uiteindelijk uitgekozen om het geld naartoe te brengen. En ik denk dat het fantastisch is. Nog nooit heeft Leiden een Rembrandt gehad. Zo'n kans komt ook echt maar eens in 100 jaar langs. Dat een particulier een Rembrandt aanbiedt onder hele gunstige voorwaarden. En dat moet je nooit laten lopen. Ja, laten we het even over het schilderij hebben. Want het is dus een Rembrandt van de jonge Rembrandt. Ja. Wordt geschat dat hij 17 jaar oud was toen hij dit schilderde. Ja. Het is geschilderd in 1623. Ja. Hier in Leiden, want dat is het leuke er natuurlijk aan. Want toen woonde hij hier nog. Ja, Rembrandt is hier natuurlijk geboren en heeft hier tot zijn jongvolwassen leeftijd gewoond. En heeft dus ook zijn eerste schilderij hier gemaakt. En dit schilderij is zijn debuut. We weten natuurlijk niet of er andere schilderijen nog verloren zijn gegaan. Maar dit is het oudst bewaard gebleven schilderij van Rembrandt. Dus zijn debuut is nu weer thuis in de Sleutelstad. Dat weten we trouwens pas sinds 1992. Hè? Want daarvoor was het een beetje onzeker of dit een echte Rembrandt was. Ja, heel veel Rembrandts zijn in de loop der jaren bijgeknipt en geplakt. Ook dit. Het is een klein schilderijtje wat later vergroot is in de 19e eeuw. En pas toen het weer naar de oorspronkelijke maat is teruggebracht, heeft het Rembrandt Research Project, heel beroemd van Ernst van de Wetering, ook officieel vast kunnen stellen, onder andere door middel van röntgenonderzoek, dat het een Rembrandt is. Ja, heeft u twee leuke dingen gezegd. Ten eerste de maat. Hij was dus eerst groter gemaakt en nu is die de oorspronkelijke groot. Ja. Het is erg klein. Ja. Ja, het is, want in hoe groot is het? De werkelijke maat is niet heel veel groter dan dat, op de kant staat. Ja, dat is 18 bij 21 centimeter. Ja, en, het is niet de kleinste Rembrandt overigens die er is. Maar hij heeft wel veel van dit soort kleine paneeltjes gemaakt. Ja. En de meneer van Laakal, hoe heet hij? De Christian Vogelaar. Ja, Christian Vogelaar. Die vertelde nog dat het eigenlijk een gelukje was, want er zijn twee schilderijen gekocht. Ja, dat is wel een mooi grapje. Maar uit het röntgenonderzoek is gebleken dat er onder dit schilderij nog een andere afbeelding heeft gestaan. Dat betekent dat het paneeltje dus twee keer beschilderd is. Of de oorspronkelijke afbeelding ook van Rembrandt is, of van iemand uit zijn werkplaats of van zijn leermeester, dat weten we niet. Maar we weten dus wel dat het in een tijd was dat men heel erg zuinig met materiaal omging. Want men heeft een oud schilderijtje gebruikt om een nieuw schilderijtje overheen te maken.
En dus Rembrandt was heel zuinig op materiaal. En wat leuk is aan deze Rembrandt is namelijk, dat wordt mij in ieder geval verteld, dat je al heel goed kan zien, het is nog niet de Rembrandt zoals die later, zeg maar, de grootmeester Rembrandt. Mm-hmm. Dat is de jonge Rembrandt. Maar dat hij zich hier heel erg aan het experimenteren is met kleuren en met de manier waarop je met penselen iets schildert. Ja, en wat vooral heel kenmerkend is voor Rembrandt voor zijn latere tijd, is het spelen met licht. Dus ook hierin valt er bijvoorbeeld een schaduw van een meneer over het gezicht van een andere vrouw. Nou, dat is toch best een hele knappe techniek. Hij werkt heel veel met suggesties. Door met losse penseelstreken te werken, schildert hij niet een hele bril. Maar als je goed kijkt, staan er een paar krasjes. Wij zien een bril. Maar eigenlijk heeft hij niet de hele bril geschilderd. Dat was voor die tijd uniek, hè? Om zo te schilderen. Want wat toen heel erg in de mode was, was om heel precies te schilderen wat het was. Eigenlijk zoals wij nu fotograferen. En Rembrandt maakte dat veel artistieker. Het ging hem veel meer om de indruk die iets wekte. En de beleving die dat opwekte. En dat was heel erg nieuw voor zijn tijd. En nu is die schilderij in Leiden. Om even een wijn kunnen dat nu gaan beleven. Ja. Kunnen we al gelijk, ik heb hem al zien hangen, maar kan het publiek al gelijk naar de Lakenhal toe gaan om dat schilderij te gaan bewonderen? Ja, iedereen kan naar de Lakenhal. En komende woensdag is iedereen met een bril, want het schilderij heet De Brillenverkoper, kan gratis naar binnen. Maakt niet uit wat voor bril, als je een bril opzet, dan ben je woensdag gratis welkom. Ik lastig met je zonnebril. Want, Ja, je kunt het proberen. Ja. Ik denk dat de directeur het sowieso leuk vindt als zoveel mogelijk Leidenaren met welke bril dat ook op woensdag komen kijken naar De Brillenverkoper van Rembrandt van Rijn. En met 3 oktober kunnen we natuurlijk altijd gratis de Lakenhal. Dat klopt. En sowieso is de Lakenhal voor jongeren en kinderen altijd gratis. Dan wil ik nog één dingetje kort bespreken. De cultuurnota is donderdag door de gemeenteraad gegaan. Was geen verrassing, maar ik neem aan dat u er nog steeds heel erg blij mee bent. Ja, dat is ontzettend leuk om zoveel energie te merken. Ook in de gemeenteraad. De nota is unaniem aangenomen. Nou, wat wil je als wethouder nog meer? Maar wat vooral belangrijk is, is dat de hele cultuursector staat te trappelen om ermee aan de slag te gaan. En dat is ook precies de filosofie achter die nota. Namelijk niet dat wij cultuur gaan maken vanaf het stadhuis. Maar dat de sector en de stad zelf aan de slag gaan. Dus alle podia, gezelschappen, bandjes, musea. Nu zelf zij hebben ook meegedacht over de cultuurnota en zijn zeer tevreden. Ja, we hebben ons bijgezegd worden. Een ongeluk getwitterd en gelinkedind en van alles en nog wat gedaan om het maar zo interactief mogelijk te maken. En het proces om te komen tot de cultuurnota is heel inspirerend geweest. En misschien wel net zo belangrijk dan het uiteindelijke pakje papier wat dan nota heet. Nou, meneer, dan gaan we even vanuit het feestgedruis gaan we even naar een onderwerp die u waarschijnlijk wat minder interessant, wel interessant, maar minder leuk vindt. Wij zijn bij Doorbraak gaan filmen. Die hadden namelijk afgelopen week hadden ze een actie. Ja. En die actie die heette Stop met de Kaalslag. Ik wil even spieken. Ik heb het u even laten zien. Wat vond u daarvan? Wat vond u van wat die mensen zeiden over? Want we gaan zo meteen de reportage nog zien. Ja, ik heb de reportage al mogen zien. Dank daarvoor. Ten eerste is het heel erg goed dat de vrijheid van meningsuiting gebruikt wordt in onze stad. Ik denk ook dat een deel van de zaken waar Doorbraak voor strijdt, dat ik me daar heel erg bij thuis voel. De sociale werkvoorziening staat erg onder druk. En namens de hele gemeenteraad maak ik me ook bij het Rijk sterk om de overgang naar een nieuwe sociale werkvoorziening zo sociaal mogelijk vorm te geven. Daarnaast proberen we de bezuinigingen van het Rijk op te vangen hier. Bijvoorbeeld door extra geld voor minimabeleid uit te trekken. En want het gaat om bezuinigingen van het Rijk, hè? Dat is even belangrijk. Dat klopt. Ja. Het Rijk bezuinigt heel erg fors en daardoor moeten wij ook weer bezuinigen. Maar we doen extra aan armoedeondersteuning in Leiden. Dus we proberen de mensen die dat echt nodig hebben ook daarbij te ondersteunen. Okay, duidelijk. Jan-Jaap de Haan, wethouder van cultuur onder andere. Geniet nog even van het schilderij en dan gaan wij nu kijken naar de reportage die we gemaakt hebben bij Doorbraak. Doorbraak is een linkse basisorganisatie gevestigd in Leiden die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld. Deze keer zet Doorbraak zich in voor de bijstandsgerechtigden die getroffen zullen worden door de bezuinigingen. Ik zie een spandoek, de Stop de Sociale Kaalslag. Wat zijn we hier eigenlijk precies aan het doen? We zijn aan het demonstreren tegen alle maatregelen die de laatste tijd genomen worden en nog genomen gaan worden. Tegen mensen die uitkeringen hebben. Waarom bent u hier? Ja, ik ben tegen de plannen van de regering om te bezuinigen op sociale werkvoorziening. En om mensen te dwingen om dingen te gaan doen waar ze zich helemaal niet voor voelen of niet goed in zijn of zo. Weet je, het is fijner als mensen kunnen doen wat ze willen en ook belangrijk. En wie willen jullie precies bereiken? In eerste instantie eigenlijk de mensen die hier naartoe gaan. We staan hier bij de ingang van het werkplein. En alle mensen die eigenlijk bij de UWV of bij de sociale zaken iets gedaan willen krijgen, die moeten hierheen.
Dus die kunnen we ook meteen aanspreken. Maar ook sowieso natuurlijk de pers. Door middel van een quiz over asociale politici, ballen werpen op bestuurders en een klaagmuur willen zij hun stem laten horen. We willen gewoon zeg maar heel in het algemeen bestaanszekerheid voor iedereen. En heel veel van de nieuwe maatregelen die tasten eigenlijk de bestaanszekerheid aan. Hè. Er wordt €130 gekort sinds 1 januari op mensen die op een kamer wonen. Mensen moeten dwangarbeid gaan verrichten voor de gemeente. En als je dat niet doet, dan krijg je gewoon helemaal geen uitkering. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk maken dat je als iemand die geen werk heeft eigenlijk gewoon constant bang bent van, ja, we krijgen morgen nog wel te eten. En daar willen we toch wel eens iets over zeggen, dat we daar helemaal niet mee eens zijn. En wordt u zelf gekort of kent u mensen die worden gekort op een uitkering? Het treft mijzelf niet, maar het treft natuurlijk heel veel uitkeringsgerechtigden, kan het wel treffen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die ik ken die al in reïntegratieprojecten gedwongen zijn. Ik bedoel, het is een proces wat natuurlijk al een tijd bezig is. Ja. Pieter Kos, wat leuk dat u hier ook bent. Nou ja, leuk. Ik denk dat het is een heel belangrijk onderwerp dat mensen tegenwoordig gedwongen worden om onzinnig werk voor hun uitkering te doen. Daar is GroenLinks altijd tegen geweest. Dus ik ben vooral heel blij dat deze mensen hier zijn en ik ben daar graag bij. En we gaan even blik gooien. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. En wat is het uiteindelijke doel van de doorbraak? We willen gewoon dat iedereen bestaanszekerheid heeft. Dat iedereen een uitkering heeft die er geen werk heeft om normaal van te kunnen leven. En dat je niet constant bang hoeft te zijn van, heb ik morgen nog wel een uitkering. En dan gaan wij nog even verder op het onderwerp werk en bijstand. De overheid heeft namelijk sinds 1 januari de wet gewijzigd. Belangrijke verandering, de manier waarop aangekeken wordt tegen het begrip gezin. Hierover spreek ik met Fokko Mellema van de Cliëntenraad in Voorschoten. Meneer Mellema, de Cliëntenraad, ik heb het eventjes opgezocht op uw website, is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden en minima. Dat klopt toch? Dat klopt. Dan kunt u mij vast wel vertellen wat die verandering is, want dat interesseert mij in de opvatting van het begrip gezin. Ja, de verandering in de wet is dat voorheen er een aantal uitkeringen waren die echt geënt waren op een persoon of twee personen. Je kon als ouder, als één ouder een uitkering krijgen. Je kon als ouder met een kind een uitkering krijgen. En je kon als twee samenwonende volwassenen een uitkering krijgen. De nieuwe wet werk en bijstand heeft er nu voor gekozen om niet meer te kijken naar één of twee volwassenen of een kind of geen kind. Men heeft gekozen voor het principe, men leeft samen in één woonvorm. Dat noemt men het gezin. En dat is natuurlijk ook een gezin. Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is toch eigenlijk niet zo gek? Dat is ook niet zo gek. Men heeft deze wijziging doorgevoerd omdat er een andere wet is komen te vervallen. De wet Wij, een wet investeren in jongeren, die is komen te vervallen. En nu wordt dus heel duidelijk gekeken naar de situatie waarin de jongeren woont. En ook de ouders dan wonen. En daar wordt gekeken van wat is dan de gezinssamenstelling. En afhankelijk van de gezinssamenstelling zijn er een aantal uitzonderingssituaties dat er bepaalde inkomenselementen zeg maar wel behouden mogen worden. Maar de wetgever gaat ervan uit dat een gezin moet zien rond te komen met een bijstandsuitkering. Met een standaard bijstandsuitkering. En dat is een hele nare situatie. Maar dat is natuurlijk wel gedaan omdat er, en dat zullen voorvallen zijn, maar gezinnen geweest zijn waarin iedereen een bijstandsuitkering had. En daarbij een gezamenlijk inkomen hebben die hoger ligt dan de gemiddelde die gewoon met twee personen werken. Dat zal inderdaad voorkomen. Maar dan gaat het echt over echt incidenten. Ik denk dat het nog geen procent zeg maar, van het aantal bijstand uitgerechtigd is. Dat er in die situatie, zeg maar, zoals jij dat nu benoemt, dat aan de orde is. Ja, maar op het moment dat dat zeg maar een klein gedeelte is, hè, wat is het dan is het eigenlijk niet zo erg dat dat nu gecontroleerd gaat worden. Want dat vanaf 1 januari gaan ze inventariseren in welke situaties mensen leven. Dus welk gezin woont daar volgens de nieuwe definitie. Dan kijken ze van nou, hoeveel mensen hebben een uitkering of hoeveel mensen hebben een inkomen. En op die basis gaan ze vanaf 1 juli dan mensen korten. Bijvoorbeeld er is een zoon die een riant salaris verdient. Die woont nog bij zijn ouders. Op dat moment wordt de uitkering van de ouders gekort. Is op zich niet zo'n heel gek idee. Je zou dan kunnen denken van nou,
misschien dat het goed is dat zo'n zoon dan zorg draagt voor zijn ouders. Ja, die gedachtegang kan ik voor een deel meegaan. En het moment dat je in de grote bedragen spreekt, dan kan dat ook. Als iemand 3000 euro netto verdient, dan kan die heus wel ook een bijdrage leveren financieel aan het gezin. Maar het moment dat dat niet zo'n groot bedrag is en het is een relatief klein bedrag, dan discrimineer je toch ook mensen daarin, jongeren daarin. Je kunt ook de situatie voorstellen dat een moeder met een zoon samenwoont. De zoon moet zijn inkomen opgeven. Het inkomen wordt verrekend met de uitkering, de bijstandsuitkering. Ja. Maar per saldo kan de jongere niets sparen. Hij mag ook niets sparen. Maar hij kan uit huis gaan. Hij kan uit huis gaan. Dan mag zijn moeder de bijstandsuitkering behouden. Ja. En dan hij houdt zijn eigen salaris. Ja. Dat is toch een keuze die je dan maakt? Ja, dat is een keuze. Ja. Ja, dan kan je die toch maken. In principe, want het idee van die bijstand is eigenlijk dat mensen die het... het is geen feestje, dat zal iedereen toegeven. En iedereen die in de bijstand zit, die willen we in principe, zouden we die het liefst eruit hebben met de hele samenleving. Want het is helemaal geen prettige situatie. En dit is misschien een manier om dat te bevorderen. Ja, alleen ik denk dat de wetgeving is slecht en ondoordacht ingevoerd. Want u bent van de cliëntenraad en u krijgt mensen bij u, u spreekt met mensen die hiermee te maken krijgen. Ja. U heeft het over excessen. Waaraan moet ik dan denken? De excessen zijn dat, ik geef het als voorbeeld. Een vader, even terug, een opa en een oma wonen samen. De dochter ligt in scheiding en heeft een minderjarige dochter bij haar inwonen. Die trekt bij haar ouders in. Dus je krijgt een situatie van een opa, een oma, een dochter en een kleindochter. Ja. Afhankelijk van de situatie, maar nu in het meest negatieve geval, die mensen krijgen één bijstandsuitkering. Met z'n vieren? Met z'n vieren. Ja, en dat is lastig rondkomen waarschijnlijk. Ja, maar er moeten wel 3 zorgverzekeringen worden betaald. Ja. En er is maar 1 inkomen. Dus 2 andere personen kunnen ook geen zorgtoeslag aanvragen. Dat is echt een fout in deze wet die niet gerepareerd is, waar ook de Tweede Kamer volledig van op de hoogte is. Er is een motie ingediend, alleen die motie is ook nog niet uitgewerkt. Dan weet ik, was bij de persbriefing in Leiden toen dit verteld werd, dat dit ging gebeuren, eind december. En in Leiden waren ze niet echt erover te spreken. Het moet gebeuren, want het, het komt van het Rijk. Maar om dit soort gevallen, om dat nou tegen te gaan, dat is mijn laatste vraag. Wat kan je nou nog doen, want per 1 juli moet het echt gaan gebeuren, wat kan je nou nog doen om dit soort dingen tegen te gaan? Wij kunnen als cliëntenraad daar niets tegen doen. De gemeenteraad kan daar ook niets te doen. Het is echt overheidsbeleid wat door de gemeente uitgevoerd moet worden. Maar het heeft wel effecten. En die effecten, ik noem het het waterbedeffect. Je kunt natuurlijk de kinderen voor de keuze stellen dat ze moeten verhuizen. Maar dan zullen er wel voldoende huizen moeten zijn. En ook betaalbare huizen moeten zijn. Die zijn er niet. Nee, dus door een opstapeling van problemen. Dus er zal heel veel spanning binnen het gezin komen. En er is een analyse gemaakt dat ongeveer 45% van alle mensen die een bijstandsuitkering krijgen, dat die in de problemen zullen komen als gevolg van de huishoudinkomenstoets. En dan krijgt u het per 1 juli nog heel druk, denk ik. Meneer Mellema, bedankt dat u hier was. En dan gaan wij verder praten over de Rijn-Gouwenlijn. De Leidenaren hadden in 2007 al nee tegen de komst van de Rijn-Gouwenlijn gezegd. Vorig jaar deed ook de politiek dat. Desondanks blijft het onderwerp een politiek heet hangijzer. En er was zelfs een spoeddebat over. Hierover spreek ik met Paul Laudy van de VVD en Peter Bootsma van D66. En dan wil ik eerst bij u komen, meneer Bootsma. Mm-hmm. Want ik dacht dat het klaar was met die Rijn-Gouwenlijn. Tenminste, dat had D66 ooit beloofd. Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Ik ben maandag ook bij de informatiebijeenkomst geweest waar de gedeputeerde Ingrid de Bond van de VVD ons uitgelegd heeft hoe het ermee staat. Dat het allemaal heel ingewikkeld is en dat zij met alle wethouders van de gemeente die aan de Rijn liggen, onder andere Robert Strijk, onze wethouder verkeer, in onderhandeling is. Veel nieuws kwam er wat dat betreft niet uit. Zoals dat gaat bij onderhandelingen moet je het resultaat afwachten.
Wel goed dat ze dat een keer gedaan had. Vervolgens kregen we dus ineens een spoeddebat aanvraag. Ja, dat wilde ik net zeggen, want dat is wel interessant. Er kwam eigenlijk geen nieuws uit. Klopt, ik zie het. Ik heb ook achteraf, snap ik nog steeds niet wat het nut van het spoeddebat geweest wilde is. Dat wilde ik dus ook vragen aan de heer Laudy, want er kwam geen nieuws uit. Dat schrijft u ook op de blog, op de website van de VVD. En toch een spoeddebat samen met collega Pieter Kos van GroenLinks. Waarom heeft hij dat gedaan? Ja, dat komt omdat het heel treurig is en eigenlijk ook al redelijk schandelijk en niet uit te leggen aan de Leidenaren, dat er geen nieuws uitkwam. Want we hadden met elkaar afgesproken, onderling in Leiden en ook met andere partijen zoals de provincie, dat we in december, januari nieuws zouden krijgen over hoe staat het met die openbaar vervoersverbinding in Leiden en wat gaan we doen en op welke termijn en wat mag het kosten. En er kwam gewoon helemaal geen nieuws. En dat is wel een moment waarop wij zeggen, dan moet je dus met de wethouder verkeer van Leiden, met Robert Strijk, in debat over de vraag van ja, hoe kan het nou? Waarom komt er geen nieuws uit? En onze partners zich niet aan die afspraak houden. Nee, meneer Laudy, dan moet u met... Even een momentje. Want meneer Laudy zegt eigenlijk, er kwam geen nieuws. Er moet rond tafel gezeten worden. En uw partij, D66, die is eigenlijk blij. En trots zelfs op de zorgvuldigheid waarmee de heer Strijk dit aanpakt. Niet alleen de heer Strijk, maar ook mevrouw De Bond. En wat ik net tegen collega Laudy wilde zeggen is dat hij... Wat hij had moeten doen is zijn partijgenoten in de Staten aanspreken en dit debat organiseren. Omdat Leiden maar één van de, ik geloof, 16 gemeenten is langs de Rijngouwe lijn. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ik begrijp ook wat dat betreft de nut nog steeds niet. In elk geval, één ding is wel zeker, goed openbaar vervoer. Wat ook collega Laudy zegt te willen. Dat is in elk geval geen stap dichterbij gekomen gisteravond. Dus het lijkt een beetje, dat hebben we wel eens eerder gezien bij de Ringweg Oost. De VVD die maakt een hoop kabaal en die denkt, als we nou maar vaak genoeg roepen en hard genoeg roepen dat het moet komen, dan lukt het misschien wel een keer. Maar ja, dat is ook gisteravond is het resultaat. Meneer Laudy, is dat de intentie? Heel veel kabaal maken in de hoop dat daar maar iets gebeurt? Nee, ik vind het erg jammer dat collega Bootsma van D66 dat zo zegt. Laten we nou eens beginnen aan het begin. Leiden is een onbereikbare stad en dat is het grootste probleem. Dat vinden we ook met elkaar, hebben we met elkaar uitgesproken. Die bereikbaarheid is echt prio nummer 1. Dat betekent dat je dus iets moet doen. Er liggen allerlei plannen. Dat gaat over asfalt, dat gaat over openbaar vervoer. Maar je merkt dat we daar in Leiden al jaren over praten en om allerlei redenen gaat er geen schop in de grond. Ja, dan is inderdaad de VVD de partij die zegt, laten we eens wat vaart maken en daar wel echt aan de gang gaan met plannen. Maar heeft u niet heel veel haast? Want er werd eigenlijk gezegd in april, mei, dan, er wordt een onderzoeksrapport afgewacht. En in april, mei is dat klaar. En dan kunnen ze de volgende stap nemen. Maar u heeft eigenlijk meer haast nog. Want u voelt eigenlijk de wethouder. Gaat u maar vertellen dat wij teleurgesteld zijn over de manier waarop het nu gaat. Het gaat niet zozeer om de haast. Want als het echt mei wordt, dan is dat niet zo'n groot probleem. Daar speelt wel iets anders. En dat is dat het natuurlijk altijd zo gaat dat ze zeggen, nou, het wordt 2 maanden extra. Nou, weet u wat, een half jaar extra. En zo praten we al jaren in deze stad. Het grootste probleem is een andere. Namelijk dat wij al die tijd, en dat is inmiddels al 2 jaar... als Leidse gemeenteraad en daarmee ook de Leidse inwoners buitenspel staan. Wij weten niet wat er op dit moment besproken wordt. Hebben we het over rails door de stad? Hebben we het over een bus? Hebben we het over überhaupt openbaar vervoer door de stad? Of gaat die straks alleen naar de kust? Al dat soort vragen, we kennen de antwoorden niet. En op de vragen die de VVD daarover stelt bij herhaling, komt ook geen antwoord. Ook niet van de wethouder van verkeer van D66. Dat wil ik wel even. En dat is gewoon heel erg jammer. Want ik denk dat die Leidenaar en de Leidse politiek, maar zeker ook die Leidse inwoners, heel graag willen meepraten over zo'n onderwerp dat ontzettend beladen is in deze stad. Meneer Bootsma, de heer Laudy zegt dat er veel onduidelijkheid is en onzekerheid op dit moment. Eigenlijk, als ik het verhaal goed begrepen heb, de partij die daar verantwoordelijk voor is mede D66. Want het probleem was, er was een plan. Dat plan is afgeschoten. Er is nu een budget geld. Er is al een gedeelte naar de Rijnlandroute gegaan. Voor beide projecten is nu te weinig geld. En er is geen oplossing gekomen. Eigenlijk is alleen maar de bom gebarsten. D66 is daar heel blij mee dat die tram niet door de binnenstad komt. Maar een oplossing is er nooit gekomen. Dat klopt, en daar is Robert Strijk. Dat is overigens niet 2 jaar, want pas 1 jaar, nog niet eens 1 jaar geleden is het dat het nieuwe college van gedeputeerde staten in Zuid-Holland aantrad, die ook afscheid van de Rijngouwen hebben genomen. Ik zeg het even wat populair, maar daar komt de formulering in het coalitieakkoord van Zuid-Holland ongeveer op neer. Ja, je moet het met 16 gemeenten eens worden. Die hebben, dat heeft Ingrid de Bond maandag ook uitgelegd, allemaal om hun eigen reden waren die voor de Rijngouwenlijn. Maar ja,
Als je dan het moet hebben over wat wordt de opvolger van die Rijn-Gouwenlijn en hoe gaan we het openbaar vervoer dan wel verbeteren, moet je wel zorgen dat je al die gemeenten ook weer, zoals Ingrid de Bont dat geloof ik altijd noemt, al die kikkers die moet je in de kruiwagen houden. En ja, als al die 16 gemeenten dan voor zichzelf gaan zoeken van, oh ja, denk hier even aan en oh ja, dit mag niet en oh ja, ik heb nog even deze voorwaarden, dan kom je natuurlijk nooit het uit. Het probleem is nu wel dat er is een pot geld en er was een bedrag gereserveerd voor de Rijn-Gouwenlijn. Ja. En u heeft het hele tijd over openbaar vervoer, maar uit die pot ondertussen is al 156 miljoen gehaald, dat eigenlijk naar OV zou gaan en wat nu naar asfalt is gegaan. Ja. Nou, daar maakte collega Kos van GroenLinks gisteren nogal stampij over. Volgens mij op zich niet terecht, want wij hebben altijd gezegd dat die Rijn-Gouwenlijn sowieso een onbetaalbaar project zou zijn. Maar ik heb me altijd laten uitleggen dat alleen al het feit dat treinen en trams over hetzelfde spoor moeten kunnen rijden, dat kostte geloof ik al 50 miljoen. Dus wie zegt mij dat je niet met minder geld ook beter openbaar vervoer zou kunnen bereiken. Ja. Dus, en daar, dat is precies waar onze wethouder en alle andere wethouders en de provincie nu zich nu voor aan het inzetten zijn. En ik snap niet waarom je niet gewoon dat resultaat af kunt wachten. Meneer Louden, reageert u daar eens op? Want het gaat wel om geld uit Leiden. Dat gaat nu van het ene potje naar het andere potje. En dat is ook zo erg. Het gaat gewoon over 40 miljoen aan belastinggeld opgebracht door die Leidenaar. En ik weet niet of het waar is wat meneer Bootsma zegt, maar ik kan het ook niet controleren. We weten al zeker een jaar niet wat er met dit verhaal aan het gebeuren is. Je krijgt op geen enkele vraag antwoord. En we weten niet of we appels krijgen of sinaasappels. We weten niet hoe duur die zak is die we halen. We weten helemaal niets. En meneer Bootsma die kan dan misschien heel blij knikken van er komt geen Rijn-Gouwenlijn. De realiteit is, er is 40 miljoen belastinggeld van de Leidenaar in het spel. En we weten al heel erg lang niet of we daar ook nog maar iets van terug gaan zien en wat het dan wordt. Ja, maar u hebt het steeds. Mag ik één per één tussenvraag aan meneer Louden stellen? Waarom hebt u nou niet uw partijgenoten in de Provinciale Staten gevraagd om de gedeputeerde hierop aan te spreken? Want het is een project van de provincie. Daar ben ik zo benieuwd naar. Nou, hoe komt u er nou bij dat ik dat niet doe? De Leidse VVD is uitermate kritisch over de ontwikkelingen in de regio en de provincie. Ik spreek regelmatig mijn partijgenoten en die spreek ik ook op ditzelfde punt aan. Maar ik spreek ook zeker de wethouder van verkeer in Leiden aan, die u en ik worden geacht te controleren op joh, maak eens even voortgang, wil ik het nog regel nu dat die stad bereikbaar wordt. Daar wil ik nog even kort over hebben, want u had namelijk een motie ingediend, die is niet aangenomen. Maar voordat die niet aangenomen werd, stond het eerste punt was de teleurstelling. U wilde dat de wethouder de teleurstelling van de Leidse gemeenteraad zou overbrengen aan de regio en het provinciebestuur. Dat heeft u ingetrokken. Dat ben ik eigenlijk niet gewend van u. Want ik hoor nu ook, u bent gewoon teleurgesteld hierover. U wilde dat, en dat zegt u eigenlijk, bevestigt u dat net hier weer. U wilt eigenlijk dat de wethouder daar gewoon die teleurstelling bij mevrouw de Bond kenbaar maakt. En toch trok u dat in. Waarom? Nou, omdat de kern niet die teleurstelling is. Ik ben heel erg teleurgesteld dat er in al die tijd niks gebeurd is. Althans, dat we niet kunnen controleren of er iets gebeurd is. En het lijkt er niet op, want anders kwam men wel naar buiten met iets. Maar de kern is nog steeds, wat gaan we doen met het openbaar vervoer? En ik zou daar zo graag over willen praten met de wethouder van verkeer van D66. En dat lukt niet. En dat was het tweede deel van die motie. Van nou, informeer nu eens ons van, het wordt in ieder geval geen rails, of het wordt in ieder geval 10 miljoen duurder, of verzin het maar. Ga daarover in gesprek met de gemeenteraad. Dat was deel 2. En ik hoopte dat tweede deel daar steun voor te krijgen in de raad. Dat is helaas onder andere niet van D66. Als ik zou zeggen, nou, dan hoef je niet naar de gedeputeerde in de provincie en te zeggen dat we zo teleurgesteld zijn. Nou, dus daarom heb ik het eruit gehaald. Als het goed is, wordt daar in mei over doorgepraat. Wil ik alleen ja of nee? Gaat er een Rijn-Gouwenlijn komen, meneer Laudy? Nee, er gaat de komende jaren helemaal niets gebeuren aan openbaar vervoer in Leiden. Dat is heel erg jammer, maar het wordt wel hoog tijd dat dat nieuws naar buiten komt, zodat we dat geld kunnen gaan uitgeven aan meer asfalt in de regio. Duidelijk. Meneer Bootsma, komt er een Rijn-Gouwenlijn? Nee, er komt in mei een goede opvolger van de Rijn-Gouwenlijn. Okay. Meneer Bootsma, meneer Laudy, bedankt dat u hier was. En dan wil ik onze overige gasten nog even bedanken. Jan-Jaap de Haan en Fokko Mellema. De techniek is gedaan door Emiel Scholtes en Daniel van der Zanden. En de redactie door René Smit, Tessa Smit, Marijn van Hercules en Martine van Zijlst. Mijn naam is Leonard Beekman. Dit was Politiek Heuvel.